Hey, welkom bij een nieuwe video van Langzaam Rijke Online Inkomen. En vandaag gaan we het hebben over zes verschillende verdienmodellen voor jouw affiliate niche website. Laten we beginnen met te zeggen dat het monetizen van jouw website, het geld verdienen met je website, het makkelijkste deel is van het proces van het maken van een affiliate niche website. Het moeilijkste is om ervoor te zorgen dat er bezoekers naar jouw website toe komen. Daar gaan echt maanden en maanden overheen voordat je een beetje ja, relevant verkeer begint te krijgen. En het daadwerkelijk monetizen van jouw website, ja, dat kun je in een middag of in een weekend eigenlijk wel regelen. Het is dus uh, niet het belangrijkste onderwerp, maar tegelijkertijd wel het onderwerp waar mensen de meeste interesse in hebben, omdat het hier natuurlijk uiteindelijk om geld gaat. Je maakt websites om er geld mee te verdienen. Ik loop de zes verschillende vormen van inkomsten uh, even met je door. Ik heb ze alle zes in de praktijk toegepast uh, en kan er zo wat over vertellen. En dan beginnen we gewoon met Display Banners. Voordat we verder gaan, nog even een korte mededeling. Ik maak natuurlijk heel veel video's over beleggen. Daarnaast wil ik wat meer video's over dit soort onderwerpen gaan maken dit jaar. Met name affiliate niche websites, omdat ik daar gewoon heel veel passie voor heb, dat ik al heel erg lang doe en zoveel mogelijk mensen daarmee wil helpen. Maar ik moet wel een beetje een beeld krijgen hoeveel mensen hier interesse in hebben en of het ja, mijn tijd waard is om het zo maar te zeggen. Daar meer over leren, ook in de toekomst serieus mee aan de slag gaan. Dus niet snel rijk worden, maar echt iets opbouwen over de lange termijn. Um, laat eventjes je gegevens achter via de link onder deze video. Uh, wees maar gerust, ik zal je niet spammen of iets dergelijks, maar dan weet ik hoeveel mensen interesse hebben. En op het moment dat ik dan wat meer te delen heb, kan ik je eventueel ook even een mailtje sturen naar bijvoorbeeld uh, een soort van uh, stappenplan hoe je een website kunt maken of iets dergelijks. Um, op het moment dat ik weet dat er genoeg mensen interesse hebben, kan ik meer tijd investeren en meer van dit soort video's maken. Dus heb je interesse, laat zeker even je gegevens achter. Uh, dat zorgt er gewoon voor dat ik wat meer van dit soort content kan maken. Dank je alvast. Display banners zijn de zogenaamde banners rondom en in je content. Je kent het wel, je leest een artikel uh, online en er staan banners in de, in de tekst, uh, er rondomheen, in de sidebar, etc. Op grote nieuwswebsites zie je zelfs tegenwoordig dat de hele achtergrond wordt overgenomen door een advertentie. Uh, dat zijn de zogenaamde display banners. In het begin was ik niet zo heel erg fan daarvan, omdat ik zoiets had van nou, dat komt heel erg spammy over. Uh, mensen vinden dat niet prettig. Maar tegelijkertijd bedacht ik me ook dat nou, heel veel mensen op zoek zijn naar informatie en eenmalig op jouw website komen. Als mensen een bepaalde vraag typen in Google en op jouw website uitkomen. Dan komen ze niet op jouw website omdat ze zo'n groot fan van jou zijn. Maar puur omdat jij het antwoord voor hen hebt. Je hebt natuurlijk gewoon veel tijd geïnvesteerd in het uitwerken van het antwoord. Je hebt een mooi artikel geschreven, je hebt eventueel wat onderzoek voor ze gedaan en er mag ook wat tegenover staan. Nou, in dit geval betekent dat dat er een display advertentie staat. Het kost die mensen niets. Ze krijgen het antwoord. Ze kunnen het allemaal teruglezen. En het enige wat daarvoor tegenoverstaat, is dat er een, een reclamebanner op jouw website staat. Mijn uh, zorgen min of meer op het begin waren dat dat uh, negatieve invloed zou hebben op de bezoekers. Dus dat mensen minder lang op de website zouden zitten um, of uh, er minder mensen naar mijn website zouden komen. Maar dat bleek achteraf uh, totaal niet het geval te zijn. Um, sterker nog, er was zelfs een iets uh, wat positieve invloed van, dus mensen bleven iets langer op de website. Wellicht betekent het dat mensen het idee hebben dat het een professionele website is. Op het moment dat je ook uh, daadwerkelijk reclames kan tonen of iets dergelijks. Ik weet het niet, maar het betekent het in ieder geval niets voor de statistieken en ja, wel een leuke, mooie inkomstenbron. Sterker nog, um, voorheen had ik met name affiliate inkomsten uit veel websites en tegenwoordig zijn die display banners in sommige gevallen de grootste inkomstenbron voor die website. En hoeveel kun je daar nou mee verdienen? Dat is een beetje afhankelijk van het soort verkeer dat je hebt, het onderwerp dat je hebt en bij welk netwerk je aangesloten bent. Als je net begint, dan zul je waarschijnlijk aanmelden bij Google AdSense. Dat is het standaard display-netwerk van Google. Daar verdien je niet veel mee. Een euro, twee euro per duizend weergaven. Dus als duizend mensen op jouw website een pagina bekeken hebben, dan heb je een euro of twee euro verdiend. Um, als je naar premium netwerken gaat, dat zijn vaak Amerikaanse partijen, dan kan dat een stuk meer worden. Dan kun je misschien wel 15 euro per duizend weergave verdienen. Uh, het nadeel is alleen wel, um, die hebben vaak een minimum aantal pageviews. Dat betekent dus dat je gewoon genoeg verkeer op je website moet hebben. Ik gebruik zelf Mediavine, daarvoor moet je 50.000 uh, sessies per maand hebben. Dus geen paginaweergave, maar echt uh, websitebezoekers. Uh, 50.000, daar ga je echt niet zomaar komen. Daar gaat best wel wat tijd overheen. Maar uiteindelijk kun je daar wel komen. Dan is het ook nog afhankelijk van wat het onderwerp van je website is. Heb je een website over kleurplaten? Nou, dan zullen er niet zoveel uh, adverteerders geïnteresseerd zijn om veel te bieden voor een advertentie op jouw website, want waarschijnlijk zijn dat kinderen. Um, heb jij een website over horloges? Dan zijn het waarschijnlijk mensen met flink wat geld die dure horloges willen kopen, die op jouw website komen. En dan um, zijn adverteerders bereid wat meer te betalen. Dat betekent niet per se dat die advertenties dan allemaal over horloges gaan. Maar er zijn ook gewoon andere adverteerders die gewoon weten, nou die persoon die zeg maar, op zoek is naar horloges, die heeft veel geld. En dan kan mijn product ook interessant zijn. Dus als voorbeeld een elektrische fiets. Um, als je elektrische uh, hoogsegment fietsen verkoopt en daar banners voor uh, wilt tonen... dan wil je die waarschijnlijk niet op een kleurplatenwebsite laten zien... want kinderen kopen geen elektrische fiets van 4000 euro... Um, maar wel op een website met dure horloges, want die mensen hebben blijkbaar geld... Uh, en die zijn wellicht ook wel geïnteresseerd in zo'n high-class uh, elektrische fiets. Voor die model 2 is dan affiliate van producten, fysieke producten. Misschien wel het meest uh, voor de hand liggend of in ieder geval wat je, wat je kunt bedenken. Dan heb ik het over promoten, met name van bijvoorbeeld Amazon en Bol.com, dicht eraan in welk land je actief bent natuurlijk, waarbij je gewoon ja, fysieke producten promoot. Ik heb zo ooit het idee gehad om een website te beginnen over ja, meer watersport, dus um, van die opblaasbare banden die je achter een boot kunt hangen en dergelijke in Amerika. Um, nou wat je dan kunt doen is je, je kunt linken naar bijvoorbeeld Amazon of een, een webshop die gespecialiseerd is in die producten als ze een affiliate programma hebben. Um, je linkt daar naartoe als mensen dan dat product kopen krijg je daar een commissie over. Nou hoe hoog die commissie is dat verschilt enorm dat ligt aan het soort product. Op elektronica zitten bijvoorbeeld hele kleine marges dus er zijn de percentages gewoon een stuk lager. Kan Het zijn dat je 1 of 2 procent krijgt, terwijl op andere producten het misschien een heel stuk hoger ligt. Kan het 4, 5, soms wel 6 procent zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat dat eh, op kan gaan lopen als je bijvoorbeeld eh, van die rubberen banden promoot voor achter de boot. Nou, die kost volgens mij 200 of 300 euro. Eh, laten we zeggen dat je 5 procent commissie krijgt over 200 euro, dat betekent dus dat je 10 euro commissie krijgt over één zo'n verkoop. Het mooie daarvan is ook dat eh, je niet alleen maar commissie krijgt over product dat je promoot. Um, maar alle producten die worden gekocht, mits um, de, de verkoop zeg maar, aan jou wordt toegewezen. Daar ga ik nu niet te diep op in, dat heeft te maken met cookie tijd en dergelijke. Maar ik zie het zelf op bol.com bijvoorbeeld. Ik heb links naar bol.com uh, over een bepaald onderwerp. En je ziet dat er ook heel veel andere dingen um, ja, uiteindelijk gekocht worden. Zo heb ik ook links onder mijn video's op een andere YouTube-kanaal naar bijvoorbeeld uh, boeken. Dus uh, uh, Think and Grow Rich, Rich Dead Poor Dead, Blondjes beleggen Beter, dat soort boeken dan zie je dat een deel van de gekochte producten zeker die boeken zijn. Maar mensen kopen ook eh, nagellak of stiften of eh, een, een bordspel. En daar krijg je dan ook gewoon commissie over als ze dat in diezelfde eh, order hebben meegenomen. Eh, voor mij geldt dat meer dan de helft van de commissie die ik ontvang... Eh, is van producten waar ik niet daadwerkelijk naartoe gelinkt heb. Vaak zijn het wel gerelateerde producten. Dus als ik naar eh, bijvoorbeeld die ene eh, band voor achter een boot link... Um, dan kopen mensen uiteindelijk een andere band. Dus dat is wel een gerelateerd product. Maar het, het product dat ik um, promote, zeg maar. Um, ja, dat is minder dan de helft van alle verkopen. Dus alle andere verkopen spelen daar zeker ook een rol in. En zorg er gewoon voor dat je daar meer aan kunt verdienen. Verdienmodel 3 is dan affiliate voor software. Kan heel erg interessant zijn omdat um, bij software er soms een recurring uh, affiliate commissie aan zit. Oftewel, um, iedere maand krijg je weer een, uh, een vergoeding. Dus stel je voor, jij um, promoot um, een stokfoto uh, website, ik noem maar iets. Um, dat kost bijvoorbeeld een tientje per maand. Nou, dan um, kan het zomaar zijn dat jij uh, 30% commissie krijgt. Die, die percentages liggen vaak veel hoger bij, bij software. 3 euro per maand. Um, maar dat gaat wel iedere maand door, omdat degene die jij uh, daar hebt aangebracht misschien wel twee jaar lang klant is. Dus dat betekent dat je twee jaar lang 3 euro per maand ontvangt. Um, twee voordelen dus: één, dat die recurring commissions er kunnen zijn. Dat is niet altijd zo, maar bij sommige programma's wel. Uh, en het andere voordeel is gewoon dat er gewoon veel hogere marges op, op software zitten. Het maken van software, dat kost geld. Uh, het reproduceren van die software, dus um, of ze nou die software aan, aan één persoon of aan tien personen verkopen, ja, dat kost eigenlijk niks extra, waardoor die marge gewoon heel erg hoog wordt. Um, zelf doe ik niet zo heel erg veel met, uh, met software. Ik weet dat er wel andere mensen zijn die daar uh, heel erg actief in zijn. Um, wat ik wel doe, is natuurlijk op mijn andere kanaal bijvoorbeeld de Giro promoten. Um, het is ook min of meer een, een vorm van software. Het is niet helemaal software, maar wel um, dezelfde karakteristieken. Het kost hun eigenlijk niets extra om een extra klant erbij te hebben. Um, he, bij fysieke producten kost het jou als verkoper uh, meer omdat je een extra fysiek product moet inkopen en weer moet verkopen. Um, maar bij dit soort producten is dat niet zo, waardoor gewoon die commissies hoger liggen. De software kan zeker interessant zijn, uh, kan allerlei soorten software zijn, kan voor fotografen zijn, voor ondernemers, um, wellicht uh, verschillende apps voor op je telefoon en dergelijke. Um, dus kan heel erg breed zijn. Maar zelf um, heb ik daar wat minder mee. Komt gewoon omdat ik heel veel goede ervaring heb met um, affiliate marketing voor fysieke producten. Het vierde verdienmodel is dan eigen producten. Met eigen producten bedoel ik dan digitale producten. Ook daar heb ik ervaring mee. Ik heb ooit een website gehad over een vakantieland. Daar had ik zo'n 25.000 pagina-weergave per maand, geloof ik. En ik verkocht een e-reisgids. Een e dus ik had een reisgids gemaakt op basis van alle informatie op mijn website. Ja, mensen die zijn uiteindelijk, of lui, maar die willen iets makkelijks. Op die website was heel veel informatie te vinden. Ik had meer dan 100 pagina's over dat land en de, de bezienswaardigheden en dergelijke. Maar ja, natuurlijk best wel verspreid. En je merkt dat mensen heel erg graag een, um, ja, een tastbaar uh, e-book wilden hebben. Dus gewoon een, een, ja, van A tot Z met een inhoudsopgave waar ze alles gewoon terug kunnen vinden. Dat was uh, voor 80% gewoon de content die gratis op de website te vinden was. Dat benoemde ik ook bij de verkoop. Maar, ja, mensen hebben toch interesse in zo'n uh, in zo e-reisgeeds blijkbaar. Wat ik dan ook nog heb gemaakt is een, een, een routeboek of een routegids. Dus ik had verschillende routes voor dat land uitgestippeld om um, zoveel mogelijk bezienswaardigheden te zien. Bijvoorbeeld een route voor zeven dagen of een route voor vier dagen. Uh, en wat ik deed, ik verkocht uh, die beide voor 9,95 euro per stuk of samen voor 13,50 euro. Maar je zag dat vrijwel iedereen koos voor die 1350. Dat ze zowel uh, de reisgids kregen als het routeboek. Um, ja, en dat, uh, ja, dat is gewoon een mooie manier van, van inkomsten. Verdien ik niet extreem veel mee, maar toch gemiddeld zo'n 300 euro per maand. In de zomer een heel stuk meer, want dan gingen er veel mensen daar op vakantie. In de winter een stuk minder. Gemiddeld dus 300 euro per maand. Terwijl het maken van uh, die reisgids en van dat routeboek heeft me uiteindelijk uh, twee zaterdagen gekost. Dus laten we zeggen dat ik daar 15 uur aan besteed heb of iets dergelijks. Um, nou, 15 uur, 300 euro per maand en dat uh, twee jaar lang. Daarna heb ik de website verkocht. Um, is toch een mooie, mooie inkomstenbron. Dat betekent dat ik zo'n 6000 euro verdiend heb met 15 uur werk. Dat is echt een voorbeeld van passief inkomen. Je moet op de voorhand zeg maar, uh, wat tijd investeren. Je weet niet of het succes wordt. Het had ook zo mooi kunnen zijn dat ik niks verkocht. Ik bedoel, ik heb ook genoeg websites die uiteindelijk uh, ja, niets hebben opgeleverd, of in ieder geval niet hetgeen wat ik verwacht had. Maar in dit geval ging het goed en betekent dat gewoon dat je daarna twee jaar lang 300 euro per maand ontvangt voor iets wat je in het verleden hebt gedaan. Dus een mooie, mooie inkomstenbron. De vijfde inkomstenbron is dan sponsored content. Nou, wat bedoel ik daarmee? Dat kan vrij breed zijn. Je ziet het misschien wel eens op Instagram voorbij komen als je mensen volgt die veel gesponsord worden. Die dan een gesponsord bericht op Instagram plaatsen. Maar het kan ook op bijvoorbeeld je website. Partijen die een blogartikel willen plaatsen of wellicht een banner. In mijn geval van die website met betrekking tot vakanties. Nou, daar was een vakantiespecialist die echt gespecialiseerd was in dat land. Um, die wilden wat beter uh, zichtbaar zijn. En mijn verhaal was natuurlijk 25.000 mensen per maand die op zoek zijn naar informatie over dat land en de bezienswaardigheden. Dat zijn dus allemaal mensen die interesse hebben om daar op vakantie te gaan. Ja, daar wil je natuurlijk als specialist uh, zichtbaar zijn. Um, wat ik een aanbood was een banner op de website. Uh, op iedere pagina van de website kwamen ze groot in beeld. En daar betaalden ze gewoon voor. Ook dat weer een, een mooie inkomstenbron. Ik geloof dat daar 600 euro per maand voor vroeg. Weet ik niet meer helemaal zeker. Maar iets in die, in die richting. In ieder geval een paar honderd euro per maand. Zij um, zijn enorm blij, want ze zijn gewoon bij 25.000 mensen per maand in beeld die um, ook nog eens interesse hebben ja, in dat onderwerp, in dat land. Um, veel meer getarget dan wanneer je bijvoorbeeld op uh, radio of tv reclame zou maken. Uh, en voor mij natuurlijk interessant, omdat dat gewoon een, uh, een mooie inkomstenbron is die maandelijks terugkomt. Um, ja, dus wel eigenlijk een win-win situatie. Nou, tot slot dan nog inkomstenbron nummer 6. En dat is sponsored producten. Daar heb ik minder ervaring mee, ben ik ook niet zo'n groot fan van. Dat betekent eigenlijk dat jij producten toegestuurd krijgt, dat je ze moet testen en dergelijke en daar dan een vergoeding voor krijgt of het product mag houden. Nou, in de meeste gevallen mag je het product zelf houden en dan zie je dat um, veel partijen op die manier. Um, ja, goedkoop zeg maar, in beeld willen komen. Ze benaderen heel veel kleine bloggers en zeggen nou, je kunt van ons dit product gratis krijgen als je daar iets over schrijft. Vaak zijn dat niet eens hele dure producten, dan is zo'n product 20, 30, 40 euro verkoopprijs. Um, dat doe ik zelf niet. Ik vind op het moment dat ik daar veel tijd in investeer dat daar gewoon een vergoeding tegenover moet staan. Ik ben uh, ondernemer, ik ben geen liefdadigheidsinstelling, dus vaak doe ik dat niet. Um, maar soms als het heel erg interessant is, hè, een heel erg mooi interessant product wat ook zeker voor de gebruiker, uh, voor de lezer van het blog zeg maar, interessant kan zijn, dan zou ik het wel kunnen doen. Uh, en ooit willen ze ook wel eens gewoon betalen daarvoor, dus dan mag je product houden, maar dan betalen ze daarnaast ook wat ervoor. Um, ik ben er zelf gewoon niet zo'n heel groot voorstander van, maar heel af en toe kan er iets moois voorbij komen waarbij het wel interessant kan zijn. Hij staat op het laatste puntje hier op het lijstje omdat ik gewoon de, ja, de minste affiniteit daarmee heb, de minste, uh, minst enthousiast over ben. Maar het is absoluut een manier om uh, eventueel extra geld te verdienen met je website. Nou, dat waren de zes inkomstenbronnen voor je website. Er zijn er ongetwijfeld meer. Uh, wellicht kunnen die ook weer onder deze categorieën vallen. Maar in ieder geval uh, zijn dit de grootste categorieën waar ik zelf ook ervaring mee heb. Um, ik ben zelf groot voorstander van um, affiliate marketing voor fysieke producten, um, voor software eventueel ook nog wel. Um, en natuurlijk voor display banners. Uh, dat zijn voor mij de grootste inkomstenbronnen, daar verdien ik het allermeeste mee. Um, de rest um, ook, wel, uh, ook wel interessant, maar wat minder. Um, heb je hier vragen over, stel ze even in de comments. Um, en ga voor jezelf gewoon eens na. Als je al een website hebt. Hoe kan ik met deze verschillende inkomstenbronnen geld verdienen? Doe ik dat al? Kan ik dat misschien verbeteren? Uh, en als je nog geen website hebt, uh, op het moment dat je aan een onderwerp gaat denken, bedenk dan welke van deze verdienmodellen je er aan kunt hangen. Um, bijna elk onderwerp is eigenlijk wel um, ja, uh, geld mee te verdienen. Het ene onderwerp beter met uh, eigen producten, het andere onderwerp beter met software, het andere product weer met fysieke producten of banners. Um, dat ja, is afhankelijk van het onderwerp, uh, maar uiteindelijk onderaan de streep kun je eigenlijk overal wel geld mee verdienen. Vond je de video interessant? Geef even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op het kanaal. Er komen veel meer video's aan dit jaar. En heb je interesse in het bouwen van een affiliate niche website? Wil je daar meer over weten? Onder deze video staat een link, zoals ik al zei. En Meld je heel even aan. Ik zal je zeker niet spammen, maar ik probeer een beetje beeld te krijgen hoeveel mensen hier interesse in hebben. Ik maak natuurlijk heel erg veel video's over beleggen. Ik wil wat meer video's hierover maken, maar er moet wel gewoon interesse zijn. Dus laat even weten als je interesse hebt. Dan ga ik veel waardevolle informatie met je delen. En dan hoop ik dat je uiteindelijk ook een passief inkomen kunt opbouwen. Dank je wel daarvoor en dan hoop ik je terug te zien bij een volgende video. Tot dan.